voorzitter. Deze verordening is natuurlijk echt van heel groot belang voor de consument. Het is ook een goed voorbeeld van wat europa voor de burger kan betekenen, juist in een tijd dat daar bij veel burgers twijfel over lijkt te bestaan. Het verdient dan ook alle steun. De verordening is zo belangrijk omdat op dit moment te vaak geneesmiddelen voor kinderen worden gebruikt die niet voor kinderen ontwikkeld zijn of op kinderen getest. De positieve dan wel negatieve gevolgen van het gebruik van het geneesmiddel door een kind zijn dan ook vaak niet bekend met alle gevolgen van dien. Het is dus noodzakelijk dat er meer wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van geneesmiddelen specifiek bestemd voor kinderen. En het voorstel probeert terecht de ontwikkeling van goede en veilige kindermedicijnen te stimuleren door producenten van geneesmiddelen te verplichten tot het doen van onderzoek naar de geschiktheid van een geneesmiddel voor kinderen bij elke vergunningaanvraag die ze doen voor het op de markt brengen van een geneesmiddel. Een ander goed voorbeeld is, het is al eerder genoemd, de oprichting van een comité kindergeneeskunde dat verantwoordelijk wordt voor de beoordeling en de goedkeuring van plannen voor pediatrisch onderzoek. En ook het voorstel van de rapporteur om een programma voor pediatrisch onderzoek MAIS in te stellen voor financiering van onderzoek naar het pediatrisch gebruik van geneesmiddelen die niet door een octrooi of aanvullend beschermingscertificaat worden beschermd, zal een grote stimulans voor de productie van kindermedicijnen zijn. Ik geloof ook in het algemeen dat het nu juist investeringen zijn die nodig zijn voor innovatie, meer dan de octrooibescherming waar we het zo over hebben op dit moment. Natuurlijk moet met onderzoek op kinderen voorzichtig worden omgegaan. Dubbele tests moeten worden voorkomen. En allerlei andere maatregelen moeten daartoe worden genomen. Ik ben ook verheugd dat al in de Volksgezondheidscommissie een aantal amendementen op dat punt is aangenomen. Ik ben het eens met iedereen die zegt dat het jammer is dat bij deze discussie het belang van het kind uit het oog lijkt te worden verloren en we het hebben over wie van in de industrie moet nou eigenlijk het meest verdienen. Ik vind het overigens een verwijt dat aan beide kanten in het debat te maken is en het is inderdaad uiterst frustrerend. Wat mij betreft zeg ik principieel moet zo'n octrooiverlenging zo kort mogelijk zijn, want het is tenslotte uiteindelijk de gebruiker of de burger die de kosten betaalt. Het is hun geld dat we hier zitten te verdelen. Een octrooi is een tijdelijk monopolie dat wordt verleend om aan te zetten tot innovatie. Maar in dit voorstel is het onderzoek een verplichting en het octrooi een onkostenvergoeding. En dat is een verschil op zichzelf met de Verenigde Staten. Ik zou dan ook zeggen, laten we niet de nadruk leggen op octrooibescherming. Wij zeggen, we kiezen voor 5 maanden. De rapporteur heeft zeer gepassioneerd gepleit voor 6 maanden. Ik ben zelf al opgeschoven, eerst van een flexibele periode naar 4 maanden. Ik heb nu 5 maanden voorgesteld, dus u hebt niet helemaal voor niks gepleit. Maar ik vrees toch dat we elkaar niet helemaal zijn genaderd. Maar ik heb wel alle waardering voor het werk van de rapporteur in deze.